IDDF, het is een van de grotere evenementen in Schiedam van het jaar. Waarom is dit er nou eigenlijk en wat is het idee er nou eigenlijk achter? Ja, eigenlijk het is een ode aan de stad Schiedam. Schiedam is natuurlijk een hartstikke mooie stad met heel veel historie, heel mooi centrum, veel makers, veel kunstenaars. En dat willen we eigenlijk vieren en laten zien aan alle Schiedammers, de mensen die hier wonen, die misschien eigenlijk niet eens weten wat de stad allemaal te bieden heeft. En dat willen wij graag wel laten zien en gratis toegankelijk maken. Dus echt een feest voor iedereen. Dit weekend start de derde editie van het IDDF in Schiedam. Naast een groot feest met bekende artiesten zal ook heel het centrum bruisen tijdens het IDDF Around Town. Ja, de hele markt komt eigenlijk hier te staan. En we staan nu hier wel op de plek bij het Stedelijk Museum waar veel gaat gebeuren. Dus er komen hier bijvoorbeeld drie grote zuilen waar graffiti-artiesten aan de slag gaan. Dus die maken op de dag zelf een kunstwerk wat je kan zien. Kinderen kunnen hier gesminkt worden. Op het plein zelf zijn dus verschillende creatieve workshops. Dus knutselen, potjes schilderen, pottenbakwedstrijd. Dat is dan meer samenwerking met 015 Keramiek. Ja, we hebben eigenlijk met heel veel partijen in Schiedam samenwerkingen met Around Town. Dus wij kunnen zeker niet alles alleen organiseren. Dus we hebben heel veel leuke partijen die helpen. En Jenever Museum is daar één van. En die hebben een heel programma opgezet met internationale distillers. Dus echt vanuit heel Europa komen distillers naar Schiedam toe in de weken van Around Town. En het allerleukste is dat, dat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden bij het Jenever Museum om mee op pad te gaan. Dus dat wordt ook vanuit Around Town bekostigd. Dus mensen kunnen eigenlijk gratis een hele dag mee met de internationale distillers en mensen van het Jenever Museum om van alles te leren en te zien en te proeven. Ja, hierachter molen de Walvis en dat is dus een van de molens waarop kunstwerken te zien zijn. Ja, klopt. En dat wordt gemaakt door Schiedamse kunstenaars. Ja, zeker. Ja, dit project doen we nu voor het tweede jaar. Het was vorig jaar echt een groot succes, dus hebben we daarin gehouden. En daarnaast hebben we binnen Around Town nog wel veel meer ruimte voor kunst. Dus bijvoorbeeld de Artroute Schiedam doet tijdens Around Town ook een samenwerking met Around Town. Dus zij hebben in hun galeries geven ze aandacht aan Around Town. En ook met verschillende optredens en workshops die te doen zijn. Muziek, dans, dus... ook daar is genoeg kunst te zien. IDDF wordt afgesloten met optredens van artiesten zoals Joël Borelli, Cresip en Bluff. Ondanks dat het festival op een andere locatie plaatsvindt, is het enthousiasme net zo groot. Ja, zeker. Ja, we zijn sinds begin van de week helemaal uitverkocht. Dus zowel de vrijdag als de zaterdag. Dus dat zegt denk ik al wel genoeg dat alle Schiedammers er heel veel zin in hebben. En wij ook. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We gaan volgende week beginnen met de opbouw. Ja, dus alle plannen liggen er, alle tekeningen zijn klaar. Alle materialen zijn besteld, dus we kunnen gaan bouwen en het weer doet ook goed mee tot nu toe.